Goedemiddag, ik ben de naamloze achter ons, afgekort NAO. Omdat in België al een jaar tevergeefse onderhandelingen aan de gang zijn tussen de voorzitters van de Franstalig-Belgische Gay Pride en de door collaboratie geteisterde Vlaamse anti-Belgische Masculine Arrogance, geef ik graag enkele tips waarmee de discussies tot een goed einde gebracht kunnen worden. Om deze tips beter te onthouden, is het nuttig zich de woorden ervan geestelijk voor te stellen. Bijvoorbeeld in een elegant lettertype onderaan een inspirerende bedrijfsposter, waarop een prachtig beeld staat van een door Mapplethorpe gefotografeerde neger of van naar beneden duikende adelaars. Eerst en vooral ben je als onderhandelaar een mentale krijger. Dus denk als een ninja. Noteer wel dat het zeker niet de bedoeling is om je als ninja te kleden. Je mag anderzijds wel als samurai verschijnen. Ten tweede moeten in elke onderhandeling je eerste woorden zijn: dit is mijn laatste aanbod. Gebruik dit uitgangspunt dan om de tegenpartij ervan te overtuigen dat de tijd achteruit loopt. Op die manier zal een en ander veel vlotter gaan. Wanneer deze zet echter mislukt, dan moet je natuurlijk ontkennen ooit iets gezegd te hebben. Vraag ten derde onophoudelijk om met de echte verantwoordelijke te kunnen spreken. Als je tegenstander beweert die te zijn, gebruik dan je eerste intimidatietechniek. Sta geruisloos recht en schuif dan je hemd naar boven om je blaffer of eventueel je samurai-zwaard te ontbloten. Onderhandelingen vereisen ten vierde compromissen. Iedereen moet iets winnen, maar ook iets opgeven. Dus, vooraleer je begint, moet je in privé afspreken wat je wil afgeven. Al die zaken steek je dan in een zak die je verbergt op een beveiligde plek, zoals een kelder vol explosieven, die van op afstand tot ontploffing gebracht kunnen worden. Neem de afstandsbediening mee naar de onderhandelingen en herinner je dat je om succes te boeken bereid moet zijn om op elk moment de onderhandelingstafel te verlaten en de kelder op te blazen. Denk eraan dat de zak best van fluweel is. Bij onderhandelingen van aangezicht tot aangezicht tenslotte moet je de ruimte eerst in machtzones verdelen. De vijf klassieke zones zijn aarde, vuur, water, lucht en dubbele schorpioen. Gebruik om de zones aan te duiden gekleurde afplakband die je voorafgaand reinigde door hem met wierook te besprenkelen ofwel 5 dagen in vruchtbare grond te begraven. Markeer met runetekens wat jouw eerste onderhandelingspositie voor die dag is. Probeer de tegenpartij en de zone te manoeuvreren die de runes begunstigen. Dit noemt men hem precies krijgen waar je hem wilt. Vergeet het oude adagium dat men best onderhandelt vanuit een machtspositie. Recente studies tonen immers aan dat het altijd beter is om te onderhandelen vanuit dubbele schorpioen. Succes, goedenavond en tot straks!